Installatie is het vrij makkelijk. We hebben natuurlijk de vloeistof die wordt aangetrokken via de rechterkant. Zolang het kun je lang houden. En aan de linkerkant wordt het naar de robot gedoseerd of geduwd. Wat we hebben vastgemaakt is vrij primitief, maar wel werkend. Hij heeft, deze sproeikop krijg je erbij, die heeft hij vastgezet met een slangenklem van RVS. Die de kop er tegenaan duwt. En het slangetje toevoer. Dat zie je die bovenkant erin. Die loopt naar boven. Hier zit 19 mm PVC. Die zit er dan net of er in die bakken in geduwd worden. En die loopt naar boven. En op zolder daar zit mijn pompie. En vastgezet met tie-wraps. Dit werkt, koeien zitten er niet aan. Of tenminste, het is nog steeds heel na een maand. Dus het is goed genoeg. Dit is de multidos als je hem uit elkaar haalt. Dit is de buitenkant. Als je de binnenkant eruit haalt, kun je achterin een paar schroefjes zetten. Om vast te maken. Hier een paar slangetjes. Met stroompie die hier naartoe loopt. Deze draait op 12 volt. Of 24 volt. Het is in wezen een heel simpel motortje. Wel allemaal van ijzer. Dus dat is wel redelijk goed. Vrij simpel. Als je de zwarte schroefjes losmaakt, komt hier het kapje los. Dan krijg je dit. En als je de inbusbuitjes losmaakt, komt alles eruit. Van Hanskamp. Stroompje voor op de melkrobot. Deze zou wel door kunnen lopen naar de robot. Sproeikop voor de in de voerbak. En deze waarschijnlijk voor de aanzuigen. Oh, en waarschijnlijk een verlenging voor in de container. Mijn wieltje. Ik zal het er even naast leggen. Zo. Hij is iets groter dan ik dacht. Maar goed, ik heb hier afmetingen. Hij is zeg 30 bij 17 en hij is 13 diep. Nou, hier staat Hanskamp.